Goed, we hebben nog een paar minuten, dus graag even in het kort. Waar komt uw beweging Goeie Peer in het kort op neer? Ja, in het kort, een paar minuten, dat was niet de afspraak. Ik zou Goeie Peer uiteen mogen zetten. Ja, maar we hebben nu nog maar een paar minuten. Meer dan een paar minuten. U kunt toch wel even samenvatten wat Goeie Peer wil. Goeie Peer wil de Nederlanders bewuster maken naar hun fruit toe. En in het verlengde daarvan ons hele omgaan met aardappels en groenten. Fijn, dank u wel. U bedoelt, Goeie Peer is een vegetarische beweging. Nee, Goeie Peer wil veel meer nog. Er zitten veel vegetariërs binnen Goeie Peer. Mm-hmm. Ik zelf eet sowieso nooit vlees of vis. Ik eet geen eieren, ik eet geen melk. Mm-hmm. En als je daarin verdiept wat ik dan gedaan heb, dan kom je op een heleboel vormen van leven meer. En dus waarvan wij zeggen, Goeie Peer. Daar moet Goeie Peer wat aan doen. Ja. Daar staat Goeie Peer voor. Ja. En wij zijn ook geen zwevers bij Goeie Peer. Laat ik dat misverstand in de eerste plaats uit de weg mogen ruimen. Wij zeggen niet over voedingsgewoonten van al het fruit eruit. Dat is natuurlijk waanzin, onbegonnen werk. Appels, peren, pruimen, prima. Die zijn ervoor, voor de mensen, om te eten. Maar dan wel, zegt Goeie Peer, die consument aantrainen. Hè, met voorlingsmateriaal, stencils en scholen, spreekbeurten. Hè, dat ze zich even in een aardbei leren verplaatsen voor de tenslotte hapdaad. Daar gaat het om. Dat die gegeten wordt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het prakken van aardbeien. Wat nog steeds op grote schaal gebeurt. Zomerkoninkjes worden ze dan genoemd. Maar los van die kroontjes, hoe die er afgerukt worden. Maar hoe dan een aardbei ook nog geprakt wordt, moet u nagaan. Dus via van die aardbei op een boterham, weet je wel, een witte boterham. En dan met die vork zo hard mogelijk, zodat het een soort moes en pap wordt. En dat zijn zaken waar we niet bij stilstaan. Dat zijn nou zaken waar we niet bij stilstaan. Maar dat is leed wat vermeden kan worden. Dus te vermijden leed. Het afritsen van aalbessen. Met een vork. Met zo'n vork. Tussen twee van die tanden. Voet, dat die bessen zo in één klap. Dat kan dus ook anders. U pleit eigenlijk voor een humaner manier van omgaan met fruit. Het is een levend gegeven, fruit. Hè. Het is er. Voor mijn plezier ben ik daarmee bezig om dat te consumeren als consument. Nou, die bewustkweking hopen wij dan bij te brengen. Binnenkort hoop ik en als het kan nog eerder. Ja, maar u gaat er nu vanuit dat fruit gevoel kent. Maar dat is wetenschappelijk toch helemaal niet bewezen. Nee, maar dat is nou juist het gekke. We zijn er allemaal over eens dat dieren gevoel kennen. Hè? Wat er gebeurt daar in de bio-industrie is natuurlijk fantastisch. Mensen die daartegen ageren. We zijn het erover eens dat bomen en planten gevoel hebben. Hè? Maar fruit heeft niemand ooit meer nagedacht. Terwijl fruit nog het dichtste bij de mens staat eigenlijk van alle gewassen. En daarom zijn wij ook actief in de eerste plaats met eerste lijnzorg in het vruchtveld. Omdat fruit tot de verbeelding van de mens spreekt. Dus een humane relatieconcept tot al het maar fruit. Maar u wilt toch niet beweren dat fruit pijn kent? Nou, als een appel geschild wordt. Nou kijk, wij even daarna terug graag. Voelt een appel? Ja, omdat fruit is intelligenter dan groente. Dat ten eerste. Mm-hmm. He, dus zijn metingen gedaan, ook in Florida vooral. Alle andere landen, waarbij ze zeggen dat een knol, bijvoorbeeld een rooikool, gewoon een rooikool, hè, heeft een IQ van 0,18. Nee, dat moet niet liggen. Dat is 0,0018. Maar het heeft een IQ. Maar het intelligentiequotient van een verse citroen, de uitdrukking geen knollen voor citroen natuurlijk, een verse citroen is ruim 4,5. Het IQ van een verse citroen. Dat is bewezen. Wetenschappelijk bewezen. Wat ze met citroenen doen. Die schijfjes bij de vis bijvoorbeeld. En dan zo'n kapje uitknijpen. Maar goed, dat is dus bewezen. Dus fruit heeft een IQ. Fruit kent angst. Fruit kent pijn. Fruit heeft gewoon gevoel. En wel praten tegen die begonia in het raam. Weet je wel. En wel tegen die geranium dagknul. Hoe gaat het ermee? He, dat ze reageren op die vibraties. Maar bij fruit gewoon huppakee jongens. Maar als je nu een appeltje schilt. Daar heb je nou. Daar noemt u dat punt. Daar zijn we dus moordicus op tegen. Op het hele schillen überhaupt. Mm-hmm. Als je dan per se een appel wil, doe het dan eerlijk, weet je wel. Met eerlijk happen, gewoon met je blote handen. Klaar, die appel, hè. Die appel is lekker, natuurlijk. Even opwrijven op je mouw. Hap, 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 weg. Maar niet gaan schillen. En ook niet gaan sollen. Dus zo lang mogelijk zo'n schild proberen te maken. Ja, dat kijk, is toch jongens, leuk. Dat is een leuke gewoonte. Zo lang mogelijk. Ja, dat is wel leuk voor de in één schil. Ja, oké. Okay, voor de appel is dat wel leuk. Doen van zijn velletje. Ja, maar je rekt het lijdensproces van de appel. Ja, goed. En die attitude waarschijnlijk gaat erom. Wij waren ook eerst van plan om ons goede peer. Nou, wij waren ook eerst van plan om ons goede peder te noemen. Gewoon goede peder. Goede peder? Ja, goede peder. Om het respect voor de peer, voor het vruchtgebruik in het algemeen een beetje op te vijzen. Maar hoe komt u bij goede peder? Omdat peer was oorspronkelijk peder. Je zei tegen een peer, zei een peder. Zoals weer weder was. Lekker pedertje. Dat zei je vroeger. Weer was weder, precies. Nou, heer. Heer was tot diep in de 16e eeuw nog heder. Mm-hmm. Dus er kwam je iemand tegen op straat met een peer, met een peder. Een heder met een peder. Dan zei je, goedemorgen mijn heder, het is mijn grote eder, het smaakt de peder.
Ja, dat is allemaal weggezet. Nou, daarover dan graag een volgende Nog even zeggen dat keder op keder zie je dus gebeuren dat de mensen bepaalde afweder hebben van een half zachte zweder. Waarin men te zeder probeert om bepaalde door de economische atmosfeer gecreëerde drijfvederen tot zederen. Mm. Daar gaat het mee om, zonder meter. Kijk, wanneer er niet langer zou worden getolereerd. Hè, dat wij niet in het geweder willen komen tegen de door grootgutters gemaskeerde. En vaak met smeder geld gedistilleerd door. En florederende gewoontes af te lederen. Dan houdt alles op. Nou, ik dank u zeder. Goed, we hebben nog een paar minuten, dus graag even in het kort. Waar komt uw beweging Goeie Peer in het kort op neer? Ja, in het kort, een paar minuten, dat was niet de afspraak. Ik zou Goeie Peer uiteen mogen zetten. Ja, maar we hebben nu nog dat maar is nog wel wat minuten, meer dan een paar minuten. U kunt toch wel even samenvatten wat Goeie Peer wil. Goeie Peer wil de Nederlanders bewuster maken naar hun fruit toe. En in het verlengde daarvan ons hele omgaan met aardappels en groenten. Fijn, dank u wel. U bedoelt, Goeie Peer is een vegetarische beweging. Nee, Goeie Peer wil veel meer nog. Er zitten veel vegetariërs binnen Goeie Peer. Mm-hmm. Ik zelf eet sowieso nooit vlees of vis. Ik eet geen eieren, ik eet geen melk. Mm-hmm. En als je daarin verdiept wat ik dan gedaan heb, dan kom je op een heleboel vormen van leven meer. En dus waarvan wij zeggen, Goeie Peer. Daar moet Goeie Peer wat aan doen. Ja. Daar staat Goeie Peer voor. Ja. En wij zijn ook geen zwevers bij Goeie Peer. Laat ik dat misverstand in de eerste plaats uit de weg mogen ruimen. Wij zeggen niet over voedingsgewoonten van al het fruit eruit. Dat is natuurlijk waanzins, onbegonnen werk. Appels, peren, pruimen, prima. Die zijn ervoor, voor de mensen, om te eten. Maar dan wel, zegt Goeie Peer, die consument aantrainen. Hè, met voorlingsmateriaal, stencils en scholen, spreekbeurten. Hè, dat ze zich even in een aardbei leren verplaatsen voor de tenslotte hapdaad. Daar gaat het om. Dat die gegeten wordt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het prakken van aardbeien. Wat nog steeds op grote schaal gebeurt. Zomerkoninkjes worden ze dan genoemd. Maar los van die kroontjes, hoe die er afgerukt worden. Maar hoe dan een aardbei ook nog geprakt wordt, moet u nagaan. Dus via van die aardbei op een boterham, weet je wel, een witte boterham. En dan met die vork zo hard mogelijk, zodat het een soort moes en pap wordt. En dat zijn zaken waar we niet bij stilstaan. Dat zijn nou zaken waar we niet bij stilstaan. Maar dat is leed wat vermeden kan worden. Dus te vermijden leed. Het afritsen van aalbessen. Met een vork. Met zo'n vork. Tussen twee van die tanden. Voet, dat die bessen zo in één klap. Dat kan dus ook anders. U pleit eigenlijk voor een humaner manier van omgaan met fruit. Het is een levend gegeven, fruit. Hè? Het is er. Voor mijn plezier ben ik daarmee bezig om dat te consumeren als consument. Nou, die bewustkweking hopen wij dan bij te brengen binnenkort, hoop ik. En als het kan, nog eerder. Ja, maar u gaat er nu vanuit dat fruit gevoel kent. Maar dat is wetenschappelijk toch helemaal niet bewezen. Nee, maar dat is nou juist het gekke. We zijn er allemaal over eens dat dieren gevoel kennen. Hè? Wat er gebeurt daar in de bio-industrie is natuurlijk fantastisch. Mensen die daartegen ageren. We zijn het erover eens dat bomen en planten gevoel hebben. Hè? Maar fruit heeft niemand ooit meer nagedacht. Terwijl fruit nog het dichtste bij de mens staat eigenlijk van alle gewassen. En daarom zijn wij ook actief in de eerste plaats met eerste lijnzorg in het vruchtveld. Omdat fruit tot de verbeelding van de mens spreekt. Dus een humane relatieconcept tot al het maar fruit. Maar u wilt toch niet beweren dat fruit pijn kent? Nou, fruit als een appel geschild wordt. Nou kijk, wij even daarna terug graag. Voelt een appel? Ja, omdat fruit is intelligenter dan groente. Dat ten eerste. Mm-hmm. He, dus zijn metingen gedaan, ook in Florida vooral. Alle andere landen, waarbij ze zeggen dat een knol, bijvoorbeeld een rooikool, gewoon een rooikool, hè, heeft een IQ van 0,18. Nee, dat moet niet liggen. Dat is 0,0018. Maar het heeft een IQ. Maar het intelligentiequotient van een verse citroen, de uitdrukking geen knollen voor citroen natuurlijk, een verse citroen is ruim 4,5.
Het IQ van een verse citroen. Dat is bewezen. Een grote, dat niet is zo wetenschappelijk bewezen. Ja. Ja. Nou ja, wat ze met citroenen doen. Die schijfjes bij de vis bijvoorbeeld. En dan zo'n kapje uitknijpen. Maar goed, dat is dus bewezen. Dus fruit heeft een IQ. Fruit kent angst. Fruit kent pijn. Fruit heeft gewoon gevoel. En wel praten tegen die begonia in het raam. Weet je wel. En wel tegen die geranium dagknul. Hoe gaat het ermee? He, dat ze reageren op die vibraties. Maar bij fruit gewoon huppakee jongens. Maar als je nu een appeltje schilt. Ja, nou ja. Daar heb je nou. Daar noemt u dat punt. Daar zijn we dus moordicus op tegen. Op het hele schillen überhaupt. Mm-hmm. Als je dan per se een appel wil, doe het dan eerlijk, weet je wel. Met eerlijk happen, gewoon met je blote handen. Klaar, die appel, hè. Die appel is lekker, natuurlijk. Even opvrijven op je maal. Hap, 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 weg. Maar niet gaan schillen. En ook niet gaan sollen. Dus zo lang mogelijk zo'n schild proberen te maken. Ja, dat kijk, is toch jongens, leuk. Dat ik is heb een leuke van... gewoonte. Zo lang mogelijk. Ja, dat is wel leuk voor de in één schil. Ja, oké. Okay, voor de appeleter die appel is dat wel leuk. Doen maar... van zijn velletje. Ja, maar je rekt het lijdensproces van de appel. Ja, goed. En die attitude waarschijnlijk gaat erom. Wij waren ook eerst van plan om ons goede peer. Nou, wij waren ook eerst van plan om ons goede peder te noemen. Gewoon goede peder. Goede peder? Ja, goede peder. Om dat respect voor de peer, voor het vruchtgebruik in het algemeen een beetje op te vijzen. Maar hoe komt u bij goede peder? Omdat peer was oorspronkelijk peder. Je zei tegen een peer, zei je peder. Zoals weer weder was. Lekker pedertje. Dat zei je vroeger. Weer was weder, precies. Nou, heer. Heer was tot diep in de 16e eeuw nog heder. Mm-hmm. Dus er kwam je iemand tegen op straat met een peer, met een peder. Een heder met een peder. Dan zei je, goedemorgen mijn heder. Het is mijn grote eder en smaakt de peder. Ja, dat is allemaal weggezet. Nou, daarover dan graag een volgende Nou, maar daarom keder. Nog even zeggen dat keder op keder zie je dus gebeuren... dat de mensen bepaalde afweder hebben van een half zachte zweder. Waarin men te zeder probeert om bepaalde door de economische atmosfeer gecreëerde de drijfvederen tot zederen. Mm-hmm. Daar gaat het mee om, zonder meter. Kijk, wanneer er niet langer zou worden getolereerd. Hè, dat wij niet in het geweder willen komen. Tegen de door grootgutters gemaskeerde. En vaak met smeder geld gedistilleerd door. En florederende gewoontes af te lederen. Dan houdt alles op. Nou, ik dank u zeder.